Ja, daar zijn we dan. Ja, hier in the middle of nowhere. Gezellig bivakje. Maar Michiel Beks, om met jou te beginnen. We hadden het net al even over gigantische duinen. Wat heb je allemaal gezien vandaag? Ja, een slagveld. We hebben zelf een keer op een rand van een put gestaan schijn. Maar Buff die had, zeg maar met stempelen konden we zijn kontje een klein beetje omzetten. En die had ons rat gehaald daar. Toen zijn we verder gereden. Ja, een paar keer steken, net niet kunnen halen terug. Allemaal gedoe. Maar wel kunnen rijden. En toen kwam op een gegeven moment over een hele grote bult. En er lag Anja plat. Die had, die wou om een buggetje heen. Ja, die zag ze laat. Dus om die vent niet plat te rijden, had ze, is het ding omgevallen. Maar die lag heel naar. Dus ik denk dat we daar wel, ik weet niet hoe lang, een uurtje of zo bij staan. Misschien wel anderhalf. Ja, zeker wel, anderhalf. Ja. Die hebben we rechtgezet. Toen zijn we weer gaan rijden. En toen liep het eigenlijk wel. Ging steeds een beetje beter. Ik moest zelf natuurlijk nog heel veel leren. En nou nog, maar wel, het is al wel wat beter geworden inderdaad. Ja, dat lukt wel op zo'n dag, neem ik aan dan. Want je pakt genoeg duinen mee, geloof ik hier. Ja, het is eigenlijk alleen maar duinen. Duinen en een kort shotje en weer duinen. En we hebben denk ik hier vandaag meer duinen gehad als in heel mijn carrière in Marokko bij elkaar. Dat is echt dus wel wat. En hoe ervaar jij deze etappe, Wuf? Nou, lijkt het zelfs Michiel. Veel duinen. Nou, jij hebt toch wel meer duinen gezien in je leven, neem ik aan, vanuit de auto? Zeker. Maar dat zei ik nog tegen Michiel ook. Zoals in Zuid-Amerika heb je gewoon, dat zijn weer bergen. Hè? Dit zijn echt hele zwarte duinen, echt scherpe duinen. Waar je echt snelheid moet maken, hè? Echt op de zijkanten langsop. Dus dan moet je gewoon gang hebben. Nou, heb je dat niet, dan lig je gewoon om. En maar dat ging hartstikke goed. We hebben er echt super goed doorheen gestuurd. En ik moet zeggen, hij leert snel. Dus wat dat gaat, zien we de dag van morgen echt tegemoet, denk ik. Nou, mooi. En Edwin, hoe was het met navigeren? Nou, over het algemeen, navigeren in de duin is niet zo heel moeilijk. Want er liggen heel veel sporen en daar rij je ook vaak gewoon op. En je moet af en toe wel eens een keer om het duin heen. Zeker met een truc, omdat het anders niet kan. Omdat je de autosporen dan niet kan volgen. En dan vind je hem ook weer redelijk snel terug. Dus op zich zijn dit de relaxte dagen voor de navigator. Je bent eigenlijk meer aan het kijken waar dat Michiel kan rijden. Hè, waar de beste paden zijn en waar de paden liggen. Maar echt het navigeren, dat valt eigenlijk reuze mee. Nee, meer extra paar ogen in de truc. Ja. Zeker, je doet het ook met drie. Hè, want Wuf die stuurt natuurlijk ook mee en dat is ook wel fijn. Hè. Op zich is dat wel, ook wel heel belangrijk, hè, dat je gewoon met drieën goed gaat kijken. Want Michiel kijkt vaak een stukje verder naar voren, of net voor de auto. En wij kunnen dan net een stukje verder kijken wat andere auto's, wat andere trucks doen. En dan is dat altijd weer mooi meegenomen. Ja, en nu de survival kits al opgehaald. Hebben jullie die al gekregen? Nee. De nootjes wel. Nee, we krijgen dadelijk hier bij de tent kunnen we een slaapzak en een tentje gaan halen. En een militair pakketje, een voedselpakketje. Dus ik ben benieuwd wat erin zit. Ze hebben gisteren wel een demonstratie gegeven, maar ik ben benieuwd. Dus wat het gaat worden. Oké, hey, dank jullie wel voor deze reactie. En morgen maar weer verder met deze 48 uur stage. Het is me wat, hè? Ja, dat is dat, ja. Dank jullie wel. Ja, oké.